En daar had ik eigenlijk nog helemaal nooit van gehoord of over nagedacht. Dus daar ben ik wel een beetje van geschrokken. Hallo, good morning. Het is maandag vandaag en we lopen nog steeds op de camping bij Mysteryland. En iedereen is al aan het inpakken. We gaan heel eventjes op zoek naar eten. En dan gaan we zo ook de tent lekker inpakken. En weg hier! Oeh, alles is vochtig. Zo'n weiland. Huh? Ja, hele lege plekken al. Sommige mensen zijn echt super snel met inpakken. Ik hoop zo dat de winkeltjes nog open zijn. De afterparty van de mensen die niet hebben geslapen waarschijnlijk. De hele tafel staat vol met drank. Uitgestorven boeltje hier. Broccoli. Zo, gezond. Dit is het allerzwaarste van het opruimen. Dit is het leukst. Nou, vorig jaar moest ik dit midden in de nacht doen in Spanje. En toen kreeg ik een idee. Nou, we zijn even aan het laden. Echt 3 uur later of zo, dan wanneer we weggingen van het festival. De auto en mijzelf. Hoe lang hebben we wel niet over gedaan om daar weg te komen op dat trein? Iets meer dan een uur hebben we stilgestaan. En toen hadden we in wegwerpwerkzaamheden file. Wegwerpzaamheden. Goedemorgen, en, Bart. We hebben er twee uur langer over gedaan in totaal om hier te komen. Dus de hele maandag is alweer bijna weg. Yes. Super. Maar goed, het was wel leuk. Het was de moeite waard. Kijk je nou expres zo'n schat of ben je echt zo kapot? Maar je doet je best. Yay, we zijn weer thuis. Echt, I love it. Eerste wat ik ga doen is opruimen, want we hebben alles in een heel erg chaos achtergelaten. We hadden haast en het is een grote zooi. Dus ik ga even snel opruimen. Zoef zoef door het huis heen. En dan ga ik douchen. Douchen, douchen. Daar verheug ik me nu al op. Douchen. Oh, het is wel lekker. Maar eerst even al het troep wegwerken. Zo, daar ben ik weer. Helemaal alles opgeruimd, gedoucht, opgefrist, alles al in de was gegooid. Spullen, tassen opgeruimd, alles klaar. En Jola die komt over een kwartiertje terug. Die was trouwens bij de opa en oma dit weekend. Op het strand. En een camping ook. Dus ik zal zo even aan de vraag hoe het was. Maar ik had al een paar keer een berichtje gekregen op mijn Instagram. Van leuk dat je op een feest bent. Maar waar is Jola? Nou, die was dus daar. Jola die heeft heel veel opa's en oma's. Dit zijn de opa en oma, dus de ouders van mijn ex, van haar vader. En heeft ze ook nog natuurlijk mijn moeder, mijn overgrootoma, mijn oma, dus haar overgrootmoeder. En dan heeft ze ook nog Jacqueline Harold, dat is de moeder van Bart, met haar partner. En dan hebben we ook nog Jan en Wil, dat is de vader van Bart,
met zijn partner. Dus zodoende heeft Jola heel veel opa's en oma's waar ze heel vaak heen gaat. Nou, niet vaak heen gaat trouwens, maar waar ze zo af en toe wel eens is. En ik had beloofd om op maandag even een buikupdate aan jullie te geven. Ik heb nog niet gegeten, dus hij is dus ook niet extra groot door eten. Dus dat is misschien wel handig om het nu even te doen. Tadaa! Het is nog steeds echt een heel klein buikje, klein schattig. Zoals je ziet. That's it. Ik ging een tomatensoepje maken en toen gooide ik het erin en toen realiseerde ik me pas dat daar natuurlijk gewoon gehaktballetjes in zitten en dat ik eigenlijk geen vlees meer eet. Maar goed, ik bouw het af. Dus ach ja, so be it. Ik geef ze wel aan jou dan. Ik moet even zeggen dat er vandaag niet zo heel veel van vloggen is gekomen. Ik voel me eigenlijk best wel een beetje alsof ik een kater heb of zo. Terwijl ik ben zwanger, dus ik heb niks gedronken of wat dan ook. Maar het is gewoon waarschijnlijk omdat ik 2 dagen lang zo veel heb gelopen. Echt van steeds naar steeds. En Mistriland is zo groot. Je hebt zeg maar een heel gedeelte aan de ene kant van de weg en een heel gedeelte aan de andere kant van de weg. En die weg, die loop je dus heel vaak over wanneer je naar de andere kant weer wilt. En vooral de eerste dag zijn we echt meerdere keren aan de ene kant geweest en weer aan de andere kant geweest. En dan ook af en toe weer terug naar de camping. Dan moet je ook weer een paar dijken overheen. Dus het is echt bizar, denk ik, wat ik de afgelopen dagen heb gelopen. Ik heb dus ook even besloten om vanavond niet naar yoga te gaan. Eventjes rust, even lekker op de bank. Lekker Dexie ophalen straks bij mijn schoonouders. Want ja, soms moet je ook aan je lichaam denken. En gisteren was ik ook wel een heel klein beetje bezorgd. Omdat ja, we stonden daar tussen de hossende mensen. En daar heb ik natuurlijk wel goed op gelet. Ik ben wel een beetje naar achter gegaan wanneer het een beetje te druk werd. Of als iedereen zo hey ho ging, dan lette ik even wat goed op. Ik ging lekker tegen Bart aanstaan, dat hij mijn buikje beschermde. Maar waar ik me vooral druk om maakte, was dat het geluid echt super, super hard was bij de main. En toen had een vriendin tegen mij gezegd van, Disna, weet je wel dat het misschien niet goed is dat er zoveel geluid bij de baby komt. En daar had ik eigenlijk nog helemaal nooit van gehoord of over nagedacht. Dus daar ben ik wel een beetje van geschrokken. Nou, dus toen zijn we een paar keer weer weggelopen en weer teruggekomen. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk maar 1 à 2 uurtjes dat je echt in de harde muziek staat. Maar die bas was echt enorm dit keer. Ik voelde echt trillingen door mijn hele lichaam. Dus ja, daar voelde ik me achteraf wel een beetje ja, vervelend onder. Dat ik dacht van ja, ik hoop niet dat ik hiermee iets verkeerd doe, want dat wil je natuurlijk nooit. En zeker niet voor een festival, daar wil je geen risico voor lopen. Ik ben natuurlijk wel heel erg van het nog dingen blijven doen. Dat zullen jullie vast nog wel vaker zien komen. Ik hoop echt dat ik een zwangerschap krijg waarbij ik gewoon alles kan blijven doen. En sowieso blijf ik yoga doen, blijf fitnessen doen. Dit Mysteryland had ik eigenlijk al gepland voordat ik wist dat ik zwanger was. En ook Ibiza hadden wij al gepland voordat ik wist dat ik zwanger was. En nu is het gewoon zo en geniet ik er gewoon net zoveel van. Misschien nog wel meer, omdat ik nu natuurlijk helemaal euforisch en gelukkig ben met het zwangerschap, met het zwanger zijn. Dus ja, ik ga er gewoon lekker van genieten. Maar dat van het geluid, dat ga ik nog wel even goed uitzoeken, ook voordat we naar Ibiza gaan. Want daar willen we ook naar een paar keer naar een feest gaan. Dus ja, dat ga ik even goed uitzoeken van tevoren. En wie is daar weer? Jola. Yay, ik ben zo blij dat ze er weer is. En ik ben blij dat ik er weer ben. Ja, want Jola heeft haar knuffie zo gemist, hè? Wie heb je meer gemist? Ons of Bumba? Moet je er zo lang over nadenken? Allemaal. Oh. Ja, dat is lekker makkelijk. Hè? Ik bedoel, allemaal heb ik ze gemist. Oh. Heel erg. Ah. Ik bedoel niet dat ik ze allemaal niet juist niet. Zo, Jola die ligt lekker in bed. En Bart die is nog even Dexie aan het ophalen. Dat moest even iets later. Omdat er wat tussen kwam. Want Harold die had olie over zijn hand laten vallen. Dus die moest even snel naar de EHBO. Ik hoor zo van Bart hoe het verder is gegaan. Maar ik heb nog steeds trek. Dus ik heb nu even granola met besjes en druiven.
Ja, je moet het doen met wat er nog is. Maar deze had ik dus ook nog. Hazelnoot en rijstdrink. Man, wat is deze lekker. Die heb ik nog nooit geprobeerd, maar die gaat echt vaak gekocht worden. Want die vind ik echt heel, heel lekker. Mm. Oh ja, en ik heb net ook nog olijven gegeten. Lekker cliché, hè? Zwangere ik aan de olijven. Maar goed, morgen wil ik even lekker een gerecht gaan maken uit de Plant Power. Die hebben we van de Biep. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zal morgen wel vertellen wat ik ga maken. En laten zien hoe het is en zo. Het enige wat ik nog wil is Penosa kijken. Want er is een nieuwe aflevering van Penosa en die heb ik nog niet gezien. En ik hoop dat ik wakker kan blijven om hem nog te zien. Want op dit moment ben ik zo moe dat ik niet eens weet of ik dat nog volhoud. Anyway jongens, dankjewel voor het kijken voor vandaag. En heel graag weer tot morgen. Wat is het morgen? Dinsdag! En dan ga ik dus iets lekkers maken. Ik ga een beetje editen en ik ga nog iets met Yola doen voor Yola haar kanaal. Ze wil heel graag slijm gaan maken. Glitterslijm. Dus nou, dat zullen jullie morgen allemaal wel zien. Dankjewel! Doei!